Hey hallo en welkom bij deze allereerste video van 2023. In deze video ga ik met jullie terugkijken naar het hele jaar 2022. 2022 was voor mij een bijzonder jaar. Ik heb heel veel hele leuke dingen gedaan. Ik heb ook, op een minder leuke manier natuurlijk het jaar afgesloten. Maar ik heb rondom kerst even een breekje genomen van het vissen. Ik heb 2 weken niet gevist. Ik had er even geen zin in. Het was ook nog eens heel slecht weer. Het is nog steeds een beetje winterig, waaierig, Nederlands rot weer. Maar goed, ik ben weer terug. Ik heb helemaal zin in 2023. We gaan lekker het nieuwe jaar in. En ik heb heel veel zin om dit jaar volop te knallen. Ik heb heel veel leuke ideeën voor 2023 om er echt weer een topjaar van te maken. Ik moet zeggen, 2022 was gewoon niet mijn beste jaar. Maar ja, weet je, 2023 is nu achterwege. We zijn met een nieuw jaar begonnen. We hebben een nieuwe kans. Ik ben op zoek naar een huis. Ik ga een huis kopen in mijn uppie. Daar heb ik heel veel zin in. Daar gaat ook zeker wat leuke content op leveren. Ik ben van plan om visgebied heel veel leuke dingen te gaan doen. En als je leuke ideeën hebt, laat ze me alsjeblieft weten hieronder. Ik wil uiteraard weer aan de slag met challenges. Ik wil weer wedstrijden gaan vissen. Ik wil weer met Tobias van Henk van de Hengel wil ik weer een viswedstrijd gaan organiseren. Misschien wel 2 of 3. Ja, zo zijn er nog wel een hele hoop andere dingen die ik wil gaan doen. Ik ga nog een aantal mooie reizen maken. 20 januari ga ik naar Egypte. Daarna ga ik naar Kaapverdië. Ik ga nog skiën met Enzo. En zo ga ik nog heel veel andere leuke dingen doen. Dus het wordt weer super gaaf. Laten we samen lekker even tijdens deze ultra lange video gaan terugkijken naar 2022. Ik wens jullie heel veel kijkplezier. Ik ga jullie wat commentaar eroverheen geven. En laten we gewoon lekker van start gaan. Thanks hè, dat jullie er gewoon weer zijn. Dat jullie dit kanaal supporten. Zonder jullie zou ik natuurlijk deze video's niet kunnen maken. Dus ga zo door. Laat een likeje achter. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En laat me vooral weten wat jij in 2023 wil zien van mij. En dan ga ik proberen te zorgen dat die video's online gaan komen. Zo, we beginnen even een stukje terug. Januari 2022 ging ik vissen met de inmiddels volgens mij 4-voudig wereldkampioen Anja Groot. En dat was ontzettend leuk. We gingen even vissen in de haven van Schagen met de vaste stok. Ik klik hem hoor. Nee, echt niet. Je ziet dat de hengel helemaal... Oh, nee. Hij heeft hem weer, hè? Ja, hij heeft hem weer. Oh my god. Ja! Ja! Snoepbars! Snoepbars! Kom hier! Yes! Deze mevrouw vangt gewoon een snoepbaars. Met de vaste stok. Gericht. Oh, dit is echt vet. Kijk eens even wie we daar hebben. Hey, maat. We gaan er weer voor. Gaan we even een dikke vangen? Dan gaan we door naar de volgende video. En dit was een bijzondere video, want dit was de eerste visdag in de nieuwe boot. En uiteraard ging ik met mijn maatje Jeroen op pad. Ging maar naar ons geliefde watertje Maurik. En dat is toch wel het baarswater van Nederland voor echte joekels. En dat bleek ook maar weer, want deze dag vingen wij allebei ons nieuwe persoonlijk record baars. Ik zal deze dag, denk ik, nooit meer vergeten. Oh, lekker gast. Denk een dikke baars. Lekker gast. Mooie aanbeet, jongen. Op ons plekje, hè? Ja. Ik heb geen schepnet, maar ik ga hem lekker pakken voor je. Yes! De eerste vis uit de boot is voor Jeroen, jongen. Vet. En het is volgens mij een hele knappe dit. Het is een dikke baar. Het is een hele dikke. Oh, als het toch een 50er is, jongen, dan is deze boot voor altijd geblest gewoon. Ja. Kijk eens op een boot. Oh! Oei! Dit is een 50er. Dit is een 50er. Op Stanley. Yes! Yes, ik heb hem. 50er! Yes! Wat? Kijk wat de kanon. Die is 3 kilo gek. Kijk eens. Jezus. Oh, op zo'n klein Stanley, die stikkelbek setje. Op mijn favoriete setje. Wat een kanon gek. Oh. Wat een kanon. Holy shit. Wat een vis. Holy shit. Gast, die is 53 of zo. Heb jij een meetlint? Ja, nee. Ik ook niet. Gast! Wat? Gast, dit is jouw PR, 100%. Oh, kijk eens, wat gast. Een prachtige vis. Oh, we moeten even een stuk vloerkarbon afknippen en nameten straks. Zo. Dit is jouw PR, dat denk ik echt. Zwaar, hè? Hij is fucking zwaar. Kijk hoe puntgaaf hij ook is. Met dubbele strepen, vind ik ook heel mooi. Super mooi vis. Ik ga even mijn camera pakken, mijn gast. Deze is 53, denk ik. Dit is de grootste baars die ik ooit heb gezien. Oh, dat weet ik zeker. Eerste vis uit de boot ooit. En de eerste vis in de boot. En dit is gewoon, ja, ik denk dat hij ongeveer zo groot als mijn PR is. 53, 54 ja. Centimeter. Holy shit, gast. Wat een prachtige vis. Kijk hoe... What the fuck. Dit is een... Kijk dan, die vis is 3 keer zo groot als mijn hoofd. Super gaaf.
What the fuck? Super. Ik wil het terug. Hoppa. Yes! Yes! Ik ben het meetlint vergeten, maar dit vergeten we nooit meer. Oh, toen voelde ik deze, dat ik het al wel heb. Ja. Jij ook? Ja. Zo dan. Ja. Moeder van alle baarzen. Ja, het is een baars. Het is gewoon een baars. Het is gewoon een baars. Niet. Jeetje, wat een kanon. Die is 50, hè? Die is 50, hè? Oh. Hebben we nou 2 PS vandaag in de boot? Zo, niet normaal. Is toch niet normaal? Nou Daan, wat heb je nou weer? Het is ongelooflijk. We vangen eerst Jeroen zijn PR, zijn grootste baars ooit. En ik denk dat dit misschien ook wel mijn grootste baars ooit is. Wat een bak. Niet normaal. Dit is gewoon een baars van kaliber 53 centimeter, of misschien meer. Zo. Ik heb netjes een draadje afgeknipt. Ik ga meten. Ja, shit man. Weer gewoon een vis van rond de 3 kilo. Wat een vis dit is. Kijk dan, die blubber. Hé. Oh, kijk die rug. Zo breed. Wauw, daar gaat hij. Yes. Mat, wat een dag joh. Dit gaat niet meer stuk. We hebben 5 baarzen. Eerste dag in een nieuwe boot. Ik ben echt blij man. Echt niet normaal. Wat een vissen jongens. Ongelooflijk. 5 vissen. Kanonnen. Ik heb een snoekengel en ik heb dit aasje. En de challenge die ik me vandaag geef is om in een paar uurtjes tijd te kijken of ik met een snoek... In de volgende video ging ik lekker op pad in de polder bij mij achter in Alkmaar. Met een snoekimitatie gingen we kijken of we een snoek konden verleiden. En dat was zeker gelukt, want tijdens deze visdag kreeg ik een aantal hele mooie aanbeten, waaronder deze snoek vlak voor mijn voeten. Volger. Snoek erachteraan. Oh, nee. De eerste worp die ik hier doe. Oh mijn god. Ik zie hem liggen. Misschien ga ik hem pakken. Komt er weer achteraan. Oh, beter pakt hij hem. Ja! Ja! Yes! Yes! Woe! Ja, wat een strike. Lekker hoor. Hopelijk blijft hij hangen. Yes! Op een snoek. Oh, wat vet. Mijn tas af. Kom. Nek heen. Ja, ik heb hem. Yes, gasten. Eerste worp. Kwam die er al achteraan? Het is gewoon gelukt. Op een snoek. Fucking vet. Hier ben ik zo blij mee. Lekker zeg. Gaat ie, kleine jongen. Eind januari was het tijd voor wintersport en ben ik met de hele knolfamilie op pad geweest om te gaan skiën. En dit was echt heerlijk. Ook dit jaar ga ik weer met deze gasten op pad. En ik heb er nu al zoveel zin in om gewoon weer lekker een weekje lang gek te doen in de sneeuw. Enzo en ik besluiten even off-piste te gaan vlammen. Maar ik kom er al snel achter dat ik hiervoor niet de juiste skis aan heb. Lekker man. Is de ski weg? Ja. Dat jij vaker met me meegaat op dit soort plaatjes. Ja, is goed. Ja, dat is niet normaal. De ski die hapte er gewoon in. Oh, ik ben de
vol op mijn heupen. Februari was het tijd voor een snoekenchallenge en ging ik met Sander en Leon een dagje op pad in de polder om te proberen met spinnerbait zoveel mogelijk snoeken te vangen. Uiteraard, mijn geheime wapen, de neespinnerbait, die deed hem weer. En ja, Sander, Leon en ik hebben een prachtdagje gehad. Als je deze vlog nog niet hebt gezien, dit was echt een super grappige vlog. Deze zou je echt eens terug moeten kijken. Zodra één iemand de snoek heeft vervangen, moet je deze aan. En ik wil ook dat je hem aandoet. Kijk. Niet! Ja. Ik denk als je hier twee dreggen in hangt, dat je nog een snoek kan vangen. Nee. Ja. Maar in ieder geval, zodra iemand de snoek heeft gevangen, gaat deze dus naar de nummer 2 en de nummer 3. En zo gaat het dus steeds door. Je oortjes zo. Nee joh, dat wist ik niet. Heftig. Nou, dit is top. Laten we gauw gaan vissen. Ik heb er heel veel zin in. Het wordt lekker weer. We gaan een beetje polen snoeken. Ja, helemaal super dit. Goed. Ja, mooie. Ah, los. Goeie vis hoor. Hallo? Dat je niet baalt, Daniel. Ik baal wel. Zo, maar dit is echt een sterke vis, gast. Knijten, zee. Mooi, hè? Vet vis, hè? Ja, super mooi, man. Ja! Ik heb hem! Nee! Hij ligt hier ergens, denk ik. Was wel gewoon een vis van rond de 75 takken, denk ik. Ja? Ja, dat was een goeie. Dat is een goeie vis. Ja! Oh! 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 Ja, Jezus! Bro! Wow! Wat leuk! Zo'n dikke vis, jongen! Ik denk dat het dezelfde is als ik had. Misschien. Nee, het gaat weer niet. No, maat! Kijk eens even! Ziekelijk! Mooie, man. Ziekelijk! Echt een mooie vis, mooi tachtiger, mooi dik, mooi sterk, maar vooral die aanbeet. Eind februari was het tijd voor de paai en zaten de snoeken alweer flink in de ondiepe slootjes. Mijn challenge was om met één hengeltje, één spinnerbeetje te kijken of ik een dikke bak kon vangen, zo'n dikke paaibak. En dit was zeker gelukt. Dit was ook echt weer zo'n typisch voorbeeld van een klein plannetje hebben, even een paar uurtjes gaan vissen en dan gewoon zo'n dikke joekel vangen. Shit, oh, dit bedoel ik dus. Dit zijn die dikke paaisnoeken. Holy fuck. My god. Dit zijn die dikke bakken. Dit zijn die dikke bakken die je dan zo voor de paai in zo'n ondiep slootje kunnen hebben. Het is gewoon een vis van 190. 85, 90. Zo. Nee joh! Ik heb een hele grote vis eraan, mevrouw. Nee, je niet. Ja, een hele grote snoep. Jezus. Mooi, hè? Kijk uit, want ik leg jullie naast. Ja, dat komt niet. Oh, wat spannend. Ja. Ja, dan kun je mee thuis komen. Ja, succes. Dank je. Kom maar, rustig aan. Oh my god, wat een bakbeest. Maar voorzichtig doen. En dit is dus precies wat ik bedoelde. Oh my god. Dit is precies wat ik bedoelde, hè. Zo voor die paai, dit soort bakken in kleine ondiepe slootjes. Ongelooflijk. Dikke negentiger. Ja, echt ongekend. Wat een lijpe bak. Oh. Nou, dat ging minder mooi dan ik dacht. Oh, ik zit onder het water. Mijn camera is zeiknat. Maar what the fuck. Een bakbeest. No! Ja, en toen was het tijd om naar Egypte te gaan met mijn maatjes. Met mijn vriendengroepie gingen we naar Egypte om een waanzinnig avontuur te beleven op de Rode Zee. We hebben gevist op giant trevallies, op geelvintonijnen en van alles prachtigs. Ja, dit was echt een tripje, jongens. En het mooie is, 20 januari ga ik weer naar Egypte en ga ik dit jaar met Hans en Jeroen op pad om weer prachtige vissen te vangen bij Karim. Ja! 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 Welkom in Egypte!
papierschaar. Steen, papierschaar. Oké, Leon pakt de eerste hengel. Jij doet het eventjes. Het is heel bizar, ik sta er nu niet bij. Maar Alec is een vis aan het trillen, maar ze azen hier door. Dus vandaar dat ik er niet gezellig even naast kon staan. Alec heeft waarschijnlijk een gilvink in mijn naam. Zijn jullie nog aan het azen? Misschien gaan we een tweede haken, maar het is even chaos. Holy shit. Zie kijk man. Wat Alec er natuurlijk gestoord. Een klein stukje stapje aan de kant. Oh, nee, laat maar heen. Oh, dit! Ja! 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 Lekker maat! Lekker! Laten we nog een hap. Yes! Woo! Fucking ziek jongen, ik zag hem pakken! Doe je handen weg? Gast. Oh, ze jagen hier nog steeds door mensen. Oeh! Ja! You gonna catch it? Ja, ja, ja! Wow. What the fuck? Zijn we pakken! Ja, ik heb hier een. Kom maar, geef maar aan mij, sorry. Hey. My friend, catch this rope. Hij gaat denk ik zelf. Deze vangst is denk ik wel een van mijn meest memorabele vangsten ooit. Tijdens het vissen in Egypte had ik de wens om een korreltouw te vangen. En na een aantal uurtjes driften en jiggen kregen we dan eindelijk een ontzettend grote korreltouw aan de lijn. En dit bleek zelfs een IGFA wereldrecord te kunnen zijn. Ah, wat een bakbeest jongens. Dit is ongetwijfeld de mooiste vis die ik ooit heb gevangen. Gaan! Oké, we waren dus net met de aasjes aan het vissen. En Karim heeft één keer die aasjes vast. Ik heb hem aanbeet. En we hebben een meterstikke groeper eraan. Kijk uit voor de rand van de boot. Dit is mijn droomvis. Zo'n grote. Grote roze groeper. Ik hoop echt dat het eentje is. Ah, het is sowieso een groeper. Karim, you're the boss. My favorite fish in the world. You almost fell asleep, huh? Yeah. And then suddenly you stood up. Mijn aasvis. Swish, that's Swish. Coral trout. World record. Pink coral trout. No, it's definitely a coral trout. Yes? Guys, the color! Red or what? Red or brown? But either it's a coral or goliath. I think it's pink. Yeah, it's pink. It's pink. Yeah, it's pink. For sure. Sleeper? Yeah, it's coral trout. Coral trout. Coral trout. Yeah. Yes! You got it, bro. Oh my god! Gast! You're the boss, man. Jesus! No! Are you ready? Yes! Oh my god! Three! What? Bro! What the fuck is that? Oh my god! What the fuck? I want a picture with it. Yes. Oh my god. Oh my god. Oké. Hij kotst net een paar vissen uit, maar dit is dus een onofficieel wereldrecord, zegt Karim. We hebben hem gedeeld, dus Karim had hem aangeslagen, ik heb hem binnen gedrild. Wauw, wat een vis jongens. Dit is mijn droomvis. Oh mijn god, kijk die bek ook even. Ik moet snel een plaatje schieten. Wat een tanker. Karim, oh, zes. Karim! Yeah, bro. What a fish, man. Nicest feeling ever, huh? Oh, I'm so happy. Best colors. So this is the best eating fish there is? Yeah. We have to take it? Yeah. Thank you very much. Thank you, bro. Dat is echt bizar, jongen, deze vis. Ik ben echt zo blij.
Ongekend. De man met de gouden pik, uiteraard. Simon redde weer een taaie dag met een enorme vis. En dit was wel echt een hele bijzondere, want hij ving tijdens het jiggen een African pompano van dik een meter. Wat een gave vis is dit. Deze heb ik zelf nog nooit gevangen en ik hoop deze eind januari toch wel ook zelf eens te gaan vangen. Kom Simon! Kom, goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Lekker maat. Hij is boven de bodem, dus je bent safe. Gewoon rustig doordrillen nu. Lekker boys! Yes! Oh, deze hadden we zo erg nodig. Het is bizar, ik wilde net de camera gaan pakken. We gaan nog niet te vroeg juichen, maar ik wilde net de camera gaan pakken. Dat het jiggen vandaag echt moeilijk was. We hebben een paar aanbeten gehad, echt moeilijk. We hebben zoveel vis gezien, maar ze stonden gewoon uit. We hoorden dat de gilvintonijn ergens anders ook uitstonden. De plek waar ze zijn geweest. En nu, we zouden net naar een ondiep stukje toe gaan om te gaan vissen op kleinere vis. Ik denk dat we het alsnog gaan doen zo meteen, maar eerst gaat Simon even een joekel eruit halen. Volgens mij heeft hij er echt een tank aan. Oh, it's a big one, man! Wow! Wow. Holy shit! Holy wow! Shit. Wow. Nee. Wow! Oh my god, gast! Wow, dit is een unit, gast! Het is een giant! Wat? Do you want to keep jigging here? Yes! Okay. It's a giant! Oeh, it's on one hook! Staartje, staart pakken. Should we do a staart dan? Ik pak de lijn op, pak jij de staart maar. 3, 2, 1! Yes! Yes! Die vis! Maat! Wat een visgast! Wauw, wat een visgast! Niet normaal, wat een vis! Jezus! Simon! Dikke verspeeld, helaas. En nou ja, nu was het weer raak. Eigenlijk weer een aanbeet. En die wel verzilverd. Wat een prachtige vis, joh! Maat! Niet normaal, jongen! Is niet normaal! Tijdens onze laatste visdag in Egypte kregen Alec en Simon een double hookup, want een schooltje Giant of Rallies die begon te jagen en die pakte de poppers. Alleen één klein probleempje is dat Simon op een superlichte hengel een enorme Giant of Rally wist te haken. En dit leverde wel een paar spannende momentjes op. Hey, pak de staart. En mijn leader, ja. Lekker! Woe! Ik heb hem! Wat een vis, maat. Wat een vis. Woe! Holy shit, jongens. Ah, jongens. Wat ben ik hier blij mee, zeg. Simon! Oh, Simon, maat! Oh, maat. Wat een visje. Dat is echt goed, hè? Is er een wat meegemaakt? Die zit in de tas. Baas. Ja. Bigger one. Oh no. Oh, je hebt hem nog lekker, maat. Bigger. Oh. Bigger one. Wow. Wat een vis. Gooi terug. Lekker, maat. Yes. Heel lekker gedaan. Snel terug. Super. Snel terug. Lekker! Teruggekomen van Egypte had ik samen met Sander het slechte idee om 24 uur lang op mijn boot te gaan vissen en slapen. En dit was toevallig ook de eerste vorstdag van het jaar. En met min 3 was dit niet het allerbeste idee, maar uiteraard leverde dit wel weer een hilarische vlog op. Lekker, maat. No, maat.
Laat eens even zien. Wat heb jij voor iets moois gevangen, meneertje? Ja, een dikke baars. Hoppa! Nice. De eerste is binnen. Precies. Lekker. Ik ga voor jou even een mooie plaat schieten ook. Oh. Hoho. Hoho. Met je mutsje. Lekker warm, jongen. Ja, dat dacht ik al. Heb je me toch nog een keer opgekregen bij mij? Ja. Mutsje oele. Moet je kijken, hoppa. Daar liggen de slaapspullen. Die heeft Sander even gehaald uit de auto. Boot of daar langs het steigertje leggen. Gaan we zo erop klikken. Ik heb gewoon bravies van mijn ijs die zo koud is. Het. Oh. Lekker. Ah, niet doen, joh. Oh, gast. Het begint echt een tent te worden, hè? Ja. Wat een kut idee. Sorry. Ben je blij dat je mee bent? Ja, ik denk... Eigenlijk ben ik gewoon zo'n soort hengelrek testen. Want met je hengellengte... Ja. Gaan we goed. Doe maar blazen. Blazen lichtje maar uit. En toen was het ook tijd om Francis eens mee te nemen op de nieuwe boot. En wat was dat een lachen dagje. We hadden heerlijk weer, we zijn lekker op pad gegaan samen en we wisten een aantal supermooie vissen te vangen. Geef sowieso even een likeje voor Francis. Precies. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga je de boot laten zien, kom maar even mee. Mooi, hè? Hoppa, hoppa! Lekker hoor. Ik word altijd zo gefocust dat ik er helemaal in. Dat is een spelletje gewoon. Ja. 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 Oh mijn god. Wat bij. Lekker. Oh. Yes. Ja, mooi baars, mooi baars. Wat voor een neus, joh. Vet. Wow. Jezus. Oh, die is echt mooi, Daan. Jezus. Wat vet. Lekker hoor. Super vet. Lekker snoekbaars, zie. Nou, dat hebben we dan toch wel snel gedaan. De eerste Hoppa. Vis. Kijk nou. Wat mooi, hoor. Echt mooi. Nou, die had ik ook wel willen vangen, hoor. Snap ik. Ja, goede vis. Mooi gekleurd. Ja. Fran heeft er een! Bas, moet je ophangen! Yo! Oh my god, lekker Fran! Ik zie jou ineens aanslaan! Wat ziek gek! Holy shit! Ik ga de camera niet bijpakken. Ik ga even belangrijker dat we die vis hebben. Is het een baars? Is het... Oh, mooi snoepbaars! Hele mooie snoepbaars! Stap je naar achter? Kom maar. Ja, 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 ja. Kom. Hebbes! Yes! Lekker gek! Fucking chill! Zo, deze is dik! Nou, ik heb een paar mooie platen van jou gemaakt. Hij mag weer terug. Mooier, deze hè? Hoogzwangere snoekbaars. Ja. Lekker zeg. Even kijken, hoe doe ik dat? Ja, je kan hem het beste gewoon een beetje... Ja, je mag hem gewoon zachtjes in het water leggen. Zo. Lekker! Yes! Dat is ook zo onverwachts, hè? Missie geslaagd. Super vet. Ja. Nou, veeg maar af in mijn broek. Na Francis was ook mijn vader aan de beurt om mee te gaan op de boot. En tijdens een van de laatste dagen in maart, net voor het gesloten seizoen, hebben wij een prachtige schooltje snoekbaars ontdekt. En wist mijn vader ook zijn eerste snoekbaars ooit te vangen. Lekker pap. Zo is het mooi, man. Ja. 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 Lekker pap. Zo is het mooi, man. Super. Super. Wat goed. Ja. Ja, vis. Moet je kijken, dit is een vrouwtje. Moet je eens even kijken, dames en heren. Mooie snoekbaars van, nou ja. Ik denk dat hij qua lengte ongeveer even groot als die van mij, maar hij is twee keer zo dik. Dat is wel zwaarder, ja.
Is het twee keer zo dik? Ja, ik denk 65. Hij was vrij rustig, hè? De aanbeet. Waarschijnlijk voel je alleen weerstand. Ja, eigenlijk. Ja. Enige wat je voelt is inderdaad weerstand. Ja. Wat een mooie vis, joh. Ik ga eens even een mooie foto van je schieten. Dan moet hij snel terug. Ja. Maar echt super gaaf. In de gesloten tijd was het tijd om weer eens even lekker terug te gaan naar Egypte. En hadden wij een enorm jacht afgehuurd om daar met de hele groep lekker te gaan vissen. En dat was gaaf. We hadden helaas wel pech met het weer. Maar ja, hey, we mogen niet klagen met zulke mooie vissen en zo'n gave omgeving. Als kerst op de taart wist ik op mijn zelfgemaakte popper een super grote barracuda te vangen. Wat echt wel een gave vangst was. Yes! Ah, King! King Mackerel! Oh, fuck me! Ja! Ja! King! King Mackerel! King Mackerel! Yes! Big one! Op mijn zelfgemaakte popper! Op barracuda! Wow! Wow! It's huge! Pak even mijn hengel aan. Huge! Heb je handschoenen? Eentje, nee. Moet je handschoenen hebben? Barracuda. Ja, kuda gast. Kijk voor jullie voeten, maten. Moet je handschoenen hebben? Nee, nee. Gaat kapot. Ja, ja. Watch out! Here come boys! Daniel! Ja? Wat gebeurt er eventjes? Ja jongen, ik ben met een lange tang. Dat is door popper, hè? Huh? Yes! Dat is de Daniel popper! Dat is op een zelfgemaakte popper. Dikke barracuda. Super lijpe vis. Kijk die tanden jongens! Dit is echt... Trek hem eens open die bek, ja. Probeer een beetje open trekken, maar hij is zo sterk. Hij moet ook snel terug, we gaan deze niet opeten, denk ik. Ze hebben hem wel opeten, dames. You want to eat it? Don't say you would eat it. Really? Ja, zeker. Oké, het is wel klaar. Even een fotootje maken. Oh, wat een vis, jongens. Super vet. Super vet. Grote torpedo. Eigenlijk is gewoon een zeesnoep. Vet, hè? Knip zo je vingers eraf. De gesloten tijd betekent natuurlijk ook karper vissen. En tijdens een dagsessietje met Francis en Simon ving ik een mooie karper aan het kanaal. Ja, is dat aan. Wat zeiden we met eten? Pizza en gewoon bam, beet. Zat je net lekker te eten, jongen? Ja. Dat is een raaf, dat is wel het allerbeste. Zo, ik zit lekker te eten. En Simon zegt... Je beet! Er zit zo'n toppie aan, voor een paar piepen. Maar Nou. Toch karper denk ik. Ja. Oh, dit is wel karper hoor. Nou, het is gewoon waar we het voor doen. Het is gewoon een karpertje. Karper? Ja. Ja, kijk die kolk. Ja. Ja, het is gewoon een karper. Hij ging heel rustig hè. Ja. Waarschijnlijk omdat het water gewoon nog heel koud is. We zijn natuurlijk heel vroeg in het jaar. Ja. En fucking vet. Moet hij even op gang komen. Ja, hij begint nu wakker te worden. Het is gewoon een karper. Volmaal sterk voor een brazen. Ja. Kijk, Francis komt er gewoon even bij staan met de pizza. Geniaal dit. Oh, wat lekker dat we hem gewoon overdag hebben ook. Ik heb hem nog niet. Nu doet hij een beetje moeilijk. Een mooie vis. Zo, het is wel echt een mooie, ja. Jezus. Vet. Wat goed. Altijd een beetje tijd nemen, maar we hebben het. Ja, lekker Simon. Hij zit erin. Lekker, oh shit, wat goed. Hoppa. Jezus hé, wat een kletser joh. Lange vis. Francis is even de pizza's aan het veiligstellen. Maar wij hebben gewoon een mooie kanaalkarper. Dit is dus een speciaal soort karper. Dit is een Italiaanse karper. Dat kan je niet zien, maar dat merk je eigenlijk pas op het moment dat je een pizza aan het eten bent. Dan komen deze op die geur van de pizza af. De aroma's vliegen door het water. Ja, kijk. En dan vangen we dus gewoon even tijdens het avondeten de eerste karper van het jaar. De eerste karper van 2022. Mooi. Super vet.
Mooie vis hoor. Twee keer klein beetje voorgevoerd. Wat boilies. Moet kijken, mooi grote staart erop. Ja, echt mooi is hij. Gaaf hè, die bek ook. Super mooi. Mooie kanaalkarpers. Ja, heel gaaf. Kanaalkarper. Hij is geslaagd zijn. Ja, super vet. Wat top dit. Even een fotootje knallen. Ja. Nou, dan gaat de Italiaanse vis weer. Italiaanse karper. Hoppa. Dit voorjaar kwam mijn familie uit Canada over en uiteraard heb ik ze een dagje meegenomen om te vissen. En hebben wij wat gevangen? Zeker weten. Heel veel kijkplezier tijdens deze super gezellige familievlog. Komt ie hoor. Oké, zonde. In mei was mijn neef over uit Canada en deze heb ik een dagje meegenomen om te vissen. En hij ving een super mooie hybride winde roofblij. Holy shit dude. Oh my god, that's a huge one. Alright. Yeah, slowly, just slowly. That's a fish. Oh, it's huge, dude. It's huge. Just slowly, just slowly. Take your time. Oh my god, er komt een vis aan, jongens. Woo, it's big, dude. Oh my god, that's a fish, hey. Yeah, komt ie hoor. Right, just really slowly, really slowly. Woo. Yeah, yeah. Got him. Whoa. Yeah, got it. You can kneel down. Just hold it like this. Okay. And then behind the fin, there's like a little nook there. Yeah. Yeah. And then you can just hold it up like this. And then if it starts flapping, just drop it on this. Okay. All right, Z. I want you to go next to him. All right, cool. Wow. An asp, right? Yeah. This. Yeah. It's a mixture. It's like it's a crossbreed. Okay. Woo-hoo. Wow, can you hold it up a little more? Yep. Yeah, and then towards me a bit. Wow, man. Wat een mooie vis. Super bruut. Ik ga even een fotootje van je maken. Leuk. Vind je het vet? Ja, ik vind het heel vet. Yep. Dit is Dylan. Hij is 14 jaar oud en helemaal gek van de natuur. Dylan mocht een wens doen via de Make-A-Wish Foundation. En zijn grootste wens was om samen met mij een dagje op zoek te gaan naar dieren. In Nederland. Voor de mensen die niet weten wat Make-A-Wish Foundation is. De Make-A-Wish Foundation is een non-profit organisatie die de wens van de kinderen uit laat komen. Die bijvoorbeeld een nare jeugd hebben gehad of een hele vervelende ziekte hebben. Maar over dat nare aspect gaan wij het vandaag niet hebben. Wij gaan het vandaag hebben over de wens van Dylan. En die gaan we vandaag vervullen. We gaan op zoek naar dieren in de Amsterdamse waterlijnduinen. En dat doen we met niemand minder dan mijn maat Rob, die daar boswachter is. Dus dat gaat super vet worden. Ik weet zeker dat Dylan dit echt gaaf gaat vinden. Dit was ook een dagje om niet te vergeten. Even lekker struinen in de stad, samen met mijn maatje Levi. En wij wisten een enorme bak van een spiegel te vangen in de stadsgrachtje. Wat een feestje was dit zeg. Ongelooflijk. Het was ook wel heel spannend, want deze vis die zagen we echt al een poosje zwemmen. En ja, meerdere keren het broodje voor zijn neus. En dan uiteindelijk toch nog pakken. Geniaal. Hij weigert hem, maakt niet uit. Heel zachtjes. Heel zachtjes laten zakken. Voor zijn neus. Voor zijn bekkie. Heel langzaam. Niet bewegen. Heel langzaam. Ja. Nu kan hem heel zachtjes voor zijn bekkie. Ja. Ja, hij gaat pakken. Ja, haal er. Ja! Yes, gast. Holy shit, gast. Ik ga rennen voor het net. Oh my god. Holy shit, gast. Je hebt hem nu los. Ja, dit is heel ziek. Moeten we straks wel een klein beetje naar rechts. Ik heb liever dat hij in die leeg zit. Ja. Dit is echt een monster, gast. En ook nog een spiegel, hè? Kijk, komt de kopie. Ja. Lekker maatje. Hengel hoog houden. Ja. Ik sta aan de weg. Zo. Goed zo. En probeer hem gewoon een beetje om de lelies heen te sturen. Yes! Woe! Oh, wat zie ik. Ik pak snel je camera, ja. Ja, man. Kom maar deze kant op. Maat. Kijk. Dit is met een buffel. Oh. Jezus. Dit is je PR keer 100, man. Mijn PR past die 5 keer in, man. Niet normaal. Zo, netje eronder vandaan. Leef. Ja. Wat? Oké, nu moet je de karpengreep doen. Op je hurken. Hand onderdoor. Onder zijn okseltje.
Eén vinger onder zijn okseltje. Ja, goed zo. Hij is zwaar, hè? En dan je ellebogen op je knieën. Ja, al je handen in die kuiltjes. Je handen hier een beetje wegwerken. Wat ziek. Wat ben jij een gast, zeg? Wat een vis, jongen. Dit is mijn partijtje ziek op een korsie. Op een zinkend broodje. Oh. Voor zijn bekkie gehangen. Opzicht. Opzicht. Nou, ik schiet even snel op een foto's. Ja. Deze prachtige vis moet terug. Ja. Maar hij is echt super zwaar. Ik denk dat hij al richting de 15 kilo gaat. Ja, nee, dat zeker. Hij is zwaar, hè? Ja. Oké, ik ga een paar foto's van je schieten. Ja. Nou, maatje. Hij gaat terug. Oesh. Wat een rug ook, jongen. Kijk hem gaan. Oh. Jezus. Ben je blij? Ja, helemaal. Dit was ook een mooi dagje om niet te vergeten. Mijn paatje Michel uit Assen mee op de boot. Lekker een dagje neervallen. Het was trouwens denk ik de eerste meervaldag van het jaar. Met de boot ook nog. En die dag was best wel goed. We kregen flink wat aanbeten. En ja, we wisten een aantal visjes te vangen. Dus dat was tof. Stop, 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 stop. Niet meer bewegen. Niet meer bewegen. Komt-ie. We gaan pakken. Gaan pakken? Ja, tik, ja, tik. Meppen. Wacht even. Voelen. Pak hem. Hou hem stil, hè? Hou hem stil. Ja, ik hou hem stil. Hij ligt er echt naast. Wat denk je? Stil. Kom bij jou. Ja. Ja. Maat, je hebt er een meerval aan. Oké, mag je slip een klein beetje open? Ja. Het is geen grote, maar het is wel een keer uit voor de transducer. Lekker, gast. Lekker. Ik sluit hem nou zo hard aan. Kijk voor de transducer, hè? Ja, lekker, jongen. Meervalletje, jongen. Kijk uit voor die elektromotor ook. Kom maar een beetje naar rechts. Kom maar deze. Goed zo. Ze doen af en toe een beetje raar schokken en zo. Ja, ja. Ja, vet, hè? Lekker. Ja. Oh, oh, oh. Ja, dus. Ja? Yes. Holy shit. Wat een mooi beest, ja. Oh. Vet, hè? Ja, vet, hoor. De Titanic, hè? Hey. De legend himself. Is dit jouw langste vis ooit? Ik denk het nou wel, ja. Ja, hè? Ja, een metertje, ja. Ja, een metertje is hij wel. Ja, graskuipertje wist ook wel een metertje. Ja, zoiets. Maar ja. Dat is wel mijn eerste meerval ooit. Ja, vet, man. Ja, leuk. Super gaaf. Oh, hele mooie vest trouwens, hoor. Ja, zal ik eens een paar mooie platen van je schieten? Doe eens gek. Yes. Yes, kan die terug. Ja, en dan kan je hem gewoon zachtjes neerleggen. En dan eerst deze hand los. En dan laat je hem heel veel hangen. En dan zwemt hij altijd als een slang, zwemt hij weg. Ja, en dan nu een beetje naar voren zo. En dan loslaten, ja, zo. Mooi, hoor. Zo dan. Maat. Je bent meerval gevangen. Je hebt eerst een meerval ooit. Hoe dik is dit? Jongen. Het is wel anders, hoor. Wel vet. Leuk. Ja, hè? Ja. En veel actie hebben we ook. Actie, ja. We gaan gewoon voor de tweede, hoor. Ja, dat gaat ook lukken. We gaan hier al richting de zomer. En samen met Dennis was ik een dagje op pad gegaan in Amsterdam om met wormen op baars te vissen. En dit was wel een van mijn beste streetfishing dagen van het jaar. Want wij vingen meerdere 40 plus baarzen in de stad. Op een plekje waar wij nog nooit eerder... ja, grote vis hadden gevangen. Ik heb ook nu alweer zin om straks, als het weer lekker weer wordt, te gaan streetvissen in je t-shirtje. En dan gewoon weer mooie baars en mooie snoekbaars te vangen. Helemaal super. Deze is groter dan die van mij. Ja, zeker. Awesome sauce. Gast, dit is gewoon, dit is een vis van 45 of zo. Mucho grandos. Oh my god. Op een wormpie. Dennis. Er gebeurt nog niet zo heel veel bij mij, aangezien ik de hele tijd moet scherpen voor Daniel. Maar deze heeft ook gewoon rug. Ja, hij is heel mooi. Helemaal afgepaaid ook, dat zie je. Ja, heel gaaf. Wat, wat een tanker. Fucking vet. Nog eentje vangen. Hoppa. Ja. Dit was volgens mij mijn tweede of derde meervaldagje van het jaar. En ik nam Levi, mijn maatje, mee om te gaan meervallen op het Hollands Diep. En hij haakte toch een bakbeest. Ja. Maar ja, helaas. Hij verspilde. Mooie. Dit is een mooie. Lekker, Leef! Ja. Oh. Oh, mijn god. Meen je niet. Dit was een mooie, joh. Shit. Nee. Oh, nee. Deze heeft toch. Hij pakte de keihard, jongen. Godverdomme, zeg.
Ik dacht echt, dat duurt het lang. Hij zat er al bij. Echt? Ja, dus ik dacht dat het echt een vis was. Oh, wat een eng. Die. Jongen, hij zat er echt uit zijn bak. Staat erop. En na deze prank wist Levi toch zijn eerste meerval te vangen, wat super was. Laat even weten in de reacties hieronder als jullie willen dat ik vaker met Levi op pad ga, want ik vind het altijd geniale vlogs met deze kerel. Nou, het is geen hele grote. Hé, hé. Hij heeft er eentje. Hij wil hem graag hebben, hè? Ja, hij kan hem ook meteen halen. Ik heb hem. Hebben? Ja. Is dit? Wat is dat? Ja, dat is zijn rugvin. Dat is wel de grootste die ik ooit heb gezien. Ja, bizar, hè? Ja, het stelt niks voor. Nee. Maar vet gast, die eerste meerval helemaal zelf gevangen. Ja. De opening van het roofseizoen is sinds al een aantal jaren een vast dingetje met Enzo. En ook dit jaar gingen wij weer tijdens Nationale Hengeldag op pad. Hadden wij Stefan ook nog bij ons en Bas. En was het echt super gezellig, want we vingen mooie vissen. We hebben heel veel lol getrapt. En het was gewoon weer echt een topdagje. Hopen dat het dit jaar ook weer zo goed wordt tijdens de opening van het seizoen. Nou, opschieten jongens. No. Dames en heren. Help. Hij zit vast. Ja. Oei, gast. Dit is wel een dikke snoek. Ja, dat is wel een mooie snoek. Maar kleiner dan die vorige. Dat denk ik echt. Oeh, kijk dan. Ken ik al die? Ah! Yes! Yes! We hebben hem. Lekker! Heerlijk. Lekker, man. Oh, wat is chill. Mooi, hoor. Hey. Kijk eens even, dames en heren. Dikke bak. Dat is een dikke bak, ja. Dikke bak met bieten. Dikke bak met bieten, jongen. Kijk, ik vind die staart altijd zo mooi, want die heeft ook andere kleurtjes. Mooi. Nice, man. Hij kijkt je wel aan. Hij kijkt me wel aan. Je wil ook wel gauw terug. Even een fotootje. Echt heel vet, hé. Lekker, hè? Echt heel top. Heel nice. Dik, hoor. Nou, maak ook nog een fotootje van jou. Ja, is goed. Hoppa. En met de opening van het seizoen was het natuurlijk ook weer tijd om streetfishing wedstrijden te organiseren. En zo had ik zelf een wedstrijd georganiseerd bij Henk van de Hengel, wat ik dit jaar ook weer een aantal keren wil doen. En samen met Dennis heb ik zelf meegedaan aan een wedstrijd. En ja, dat ging eigenlijk best wel goed. Ja, wij vissen vandaag, zoals je waarschijnlijk al aan de titel hebt gezien, een wedstrijd. Den, vis! Oh, gast, what the fuck? Ja, snoek, Ben, snoek. Oh. Een van de leukste challenges die ik dit jaar heb gedaan is het vangen van een snoek op een banaan. Ik mag geen bananen meenemen in de boot. Maar waarom brengen ze ongeluk? Hebben snoeken misschien wel een hekel aan bananen? Ik weet het niet, maar daar gaan we vandaag achter komen. Onze theorie is dat als snoeken echt een hekel hebben aan bananen, zij deze willen opeten. Dus wij gaan vandaag bananen gebruiken als aas en daarmee proberen een grote snoek te vangen. Ik ben hier samen met mijn gekke maat Dennis. Hoi. En wij gaan banaanbrekende dingen doen. Wauw. Yes! Yes! Oh yes! Oh yes! Lekker! Ja! We hebben een bananensnoek! Een bananensnoek! Een bananensnoek! De banaan zit er zelfs nog aan. Nu nog de snoeken aanblijven. Nu nog de snoeken aanblijven. Yes! Kijk, dames en heren! Een bananensnoek. Toen was het tijd voor de tweede viswedstrijd van het jaar, waar ik uiteraard weer met mijn vaste teammaatje Dennis aan de slag ging. En deze wedstrijd hadden we weer goed gevist. En Dennis die wist een enorme snoek te vangen tijdens deze wedstrijd. Vorige keer waren we tweede. Vandaag hebben we een nieuw doel. Vandaag hebben we een nieuw doel. Eerste worden. En overal eerste worden. En grootste snoekbaars, grootste baars, grootste snoek. Jezus. Hoppa! Water. Oké, rustig aan.
Oh, hele grote snoek ook. Hele grote snoek. Oh, maat. Oh, maat. Oh, maat. Hele grote snoek. Oeh. We hebben hem op. Spinnenbeet. Op die spinnenbeet. Oké, okay, gelukkig, gelukkig, gelukkig. What the fuck, god. Weet je wat er gebeurde? Ik was met mijn dingetje aan het kutten. Ik denk, godverdomme planten. En op slackline voel ik in één keer dit zo. Wat? En wat voelde je? En toen dacht ik, nou, weet je, laat ik anders even de spinnenbreed proberen. Eerste worm is 90 centimeter. Gast, dit is gewoon bijna jouw PR snoek. Wat fuck? Wat een buffel, jongen. Dennis, gast. What the fuck, hé. Hey. Wat een buffel, gek. Oh, oh, oh. Ja, goed zo. Gewoon zo vaaf. No. Oh, laat hem gauw terug doen, maar wat een bakbeest, hé. Hey. Zet hem maar hier, zachtjes. Niet bij dat huisje. Dat zijn al onze baarzen. Winnaars, dat zijn dubbel D. Hey! Dat was echt een kut. Hebben wij nou de competitie gewonnen? Ja. We gaan nu even naar een clipje waar je heel misschien ietsje door wil skippen als je niet tegen bloed en pijn kan. Want tijdens het meer van vissen met Rob kreeg ik een haak door mijn vinger. En ik laat jullie in deze video zien hoe je die het beste kan verwijderen. Ik vond het een grappig moment en het deed achteraf ook niet heel veel pijn. We hadden dit gewoon even doorgepikkeld en gewoon doorgevist. En de meerval hadden we lekker toch gevangen. Mocht je dit nou niet willen zien, skip dan even naar 52.50. Een schaartje hebben. Is de lijn opknippen. Wat voor schaartje? Dit zo. Waar is hij dan? Ik zie het. Kan je hem snel even kielgrepen? Eén hand. Even tang. Even knippen. Ja. Dit zo. Lekker. Even kijken. Ik zet deze even gewoon los knippen. Hoppa. Ja, super. Mooi. Ja, nou, is al eerste ding uit je vinger. Kijk, ik heb een haak in mijn vinger. Filmen. Die haak. Oh. Weer haak afknippen? Ja, als jij hem af kan knippen. Ben je nou filmen? Ja, jij bent aan het filmen. Eerst even filmen. Oh, ben je het filmen. Kijk, ja, dat mooi. Kijk. Ja, joh, kom maar goed. Kom goed. Nee, vissen is een mannensport, hè? Ja, andersom denk ik. Of niet? Hoppa. Hoppa. Kijk. Klasse jongen. Godverdien. Nou jongens, hij is eruit. Hij is eruit en de vis is binnen. Ja. Lekker. Hé, maar dit is wel een mooi man. Super. Godverdikkie. Tik hem aan. Moet je kijken, ja, klasse jongen. God. Godverdikkie, ik heb het nou. Wel eentje van de meter nou. Tijdens een warme zomerdag ging ik weer op pad voor de Make-A-Wish Foundation met Wehiel en Jesse. En heb ik hun dromen laten uitkomen. En ik weet toevallig, heel fijn voor Jesse, dat het heel goed met hem gaat. Dat hij laatst helemaal schoon is verklaard, want hij had leukemie. En het gaat heel goed met die jongen, dus dat is super fijn om te horen. En ja, het was ook heel leuk om hier aan mee te werken. Yes! Lekker maat, hou hem goed strak, hou hem goed strak. Lekker man. Hebbes! Kijk eens! Hey! Wow. Ben je blij? Ja, dus de grootste. Mooi man. Die ik ooit heb gevangen. Vind je hem vet? Heel vet. Het is wel een dunne, maar het is wel een mooie, mooi gekleurde vis. Hij een beetje heen en weer. Ja, en als hij wil, dan is hij weg. Hoppa! Hey! Professional man! Dat heb je echt goed gedaan. Ja, te veel van jou gekeken. Ik heb wel van. Hey! Lekker! Lekker. We hebben hem. Nice. Kijk, dit is dus een vis. Deze hier zwemmen. Hier zie je nog een. Net boven de bodem. Dit zijn grote vissen. Gast. Om de zomer af te sluiten, besloot ik om samen met Pieter Bas op pad te gaan en een meervalhoutoe te maken. En dat we tijdens het maken van deze houttoe zo'n dikke bak zouden vangen, dat hadden we niet verwacht. Nee joh. Nee joh. Hou op hoor. Yes gast. Wat sick. Nee joh. Dit is een grote vis, gast. Dit is hem. Dit is die hier, Bertha. Oh, los. Huh? Nee, niet. Nee, hij zit gewoon te kutten. Wat lekker dit. Lekker dit. Dit is 100%. Fucking hell. Gast, dit kan gewoon 2 meter vis zijn, hè. Moet ik achteraan? Oh, kijk die kolk. Oh. Dit is lekker. Dit is zo lekker, gast. Holy shit. Even een buffeltje vangen.
Gewoon vol op zijn kopje gedropt. Ik zie een hele grote vis. Ja, kijk, 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 kijk. Oh, je ziet hem op het scherm. Houdt het wel mooi, hè, die speedjig stok. Ja, dat is een stok. Ik ben blij dat ik een bodybuilder aan boord heb. Daniel, bijna overboord. Ja. Heb je hem? Hulp nodig? Nee, ik heb hem nog. Even kijken. Zal ik het zeiltje eronder houden nu? Of gaan we hem eroverheen trekken? Yes! Zeg het maar. We kijken wat een hompert. Kijk dan, dames en heren. Wat een ding, jongen. Zeltje mee, we zijn even het zand opgevaren. Ik zit met mijn broek in het water. Anders ik wel. Ah, gewoon nat. 1,88 meter, gast. 1,88 meter, ja, geen woorden. Op de wormen. Op een gegeven moment verdween je uit het zicht. En jij zegt, ga die kant op. Dus we gaan met de boot langzaam achteraan. En hij komt weer in beeld. En ik laat hem een klein stukje zakken. En ik zeg, komt-ie. En ik voel heel rustig, boek. En ik voel die verzwaring doorzetten en ik zet die haak en ja, dan sla je op iets vast, zeg maar, dan komt het niet mee. Wat een zin. Winnen, joh. Dit is ook een hard bot, hè? Ja, joh. Dit is gewoon een big game in Nederland. Ja. Ik ben ook een beetje kapot. Dit was ook echt een heerlijk zomersdagje. Ik ging samen met Francis, Kevin en Britt op pad om lekker gewoon een dagje met de boot te gaan varen bij de Kagerplassen. Tijdens dit heerlijke, relaxe dagje gingen wij ook even een stukje trollen over de plas en wisten we een aantal mooie vis te vangen. Britje en met Britt. En ja, we gaan gewoon lekker chillen vandaag. En een beetje vissen en een beetje chillen en een beetje vissen. En gaan we kijken wat er gebeurt vandaag. Trend dit bak voor. Lekker, pak de camera aan. Dit is echt een dikke bak waarschijnlijk. Ja. Dit is een dikke, hè? Ja, hij is sterk. Lekker! Wat zie ik dit? Dikke aanbeten. Ja? Ja, in één keer klapt hij naar voren. Ja, goed zo. Rustig aan. Hij is er bijna. Ja, lekker hoor. Ja, dat is een mooi vis. Ja. Een hele mooie. Zeker. Lekker, Fred. Oh, zeker een mooie snoepje. Wat een glad. Is 90, 80? Oh. Yo, ik heb helemaal hard gewerkt. Jezus, Fren. Hoppa. Zo dan. Jezus, lekker Fren. Wai yo. Hoppa. Lekker man. Dit is de eerste keer dat jij trol met een snoek vangt, hè? Ja, echt zo. Ja, we doen eigenlijk nooit zo vaak trollen, maar ja, dit is wel gewoon echt een hele mooie vis. Dit is wel serieus, ja. Vis. Ja, vis, dikke. Grote vis. Echt? Ja. Van Joekel ook niet. Ja. Goed zak houden, goed zak houden. Die hengel kan krommer, maat. Dit is misschien wel. Oh, zout. Een dikke meter snoer. Ja, dat is ook gek. Komt hij al? Woe! Jezus! Oh, ik wil hem zien! Verdomme, ik ook. Misschien zo'n hele grote snoepbaars, gast. Ja, dat kan ook. Jongens, je vallen, jongens, gevallen. Hij wil niet, hè? Holy shit. Hij gaat vet onder de boot. Volgens mij is een snoepbaars, gast. Ja, man. Volgens mij is een hele grote snoepbaars. Jezus. Jezus, gast. Kijk, man, ik heb een motor gepakt. Ik heb een grote vis aan de lijn gehad, volgens mij. Komt-ie. Ja. Wat is het? Wat is het? Is het de snoek of is het de snoepbaars? Als dit een snoepbaars is, dan word ik helemaal gek. Oh, het is snoepbaars! Oh, mijn god! Oh, what the fuck! Je beugel open. Yes! Jezus! Holy shit, gast! Boy, fuck! Dat meen je niet. Damn. Dit is echt heel ziek. Wat een lul! Gast! Gedet. This is how we do it. This is how we do it. Ja, lekker Kev. Shit, de tering. Hij bleef ook laag, jongen. Holy shit, oh, gast. Dit is echt een hele grote lap. Dit is echt serieus. Die klap op. Dit ding is 90 centimeter of zo. Toen was het tijd voor een van mijn leukste vistripjes van het jaar. Ik ging namelijk samen met Danny, Patrick en Simon op pad om op meerval te vissen vanuit de bellyboot. En dit gingen we op een hele speciale manier doen. Want we wilden namelijk met oppervlakte kunsthaas meervallen vangen. Uiteraard gaan we dit jaar terug en gaan we het nogmaals proberen. Maar dan gaan we voor die echte dikke. Dames en heren,
Dan beginnen we weer. Nieuwe dag, nieuwe kans. Ik heb er zin in, jongens. Zie ik alles begint te bewegen. En ik draai hem binnen en ik gooi hem nog een keer op en het was plop! Gast! Dit is echt een mooie vis, jongen. Oh. Holy shit, gek. Dit is zo vet. Paar. Oh. 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 Jij anders even? Ja. Kijk. Oh, dikke. Doe even. Wat, zo helemaal weg. Kikkertje. Wow. Dan mag hij terug, maar moet je eens kijken, dames en heren. Ja, laat hem nog even goed zien. De vis waar ik voor ben gekomen, de oppervlakte meerval, is een feit. Monster. Met de herfst is daar ook weer de tijd voor die grote baarzen. En met mijn maatje Hans heb ik weer dit jaar een aantal hele, hele mooie grote baarzen weten te vangen. Waaronder deze mega joekel voor Hans. Dit is een echte. Helemaal tegen de steentjes aan. Ja joh. Echt ongelooflijk. Vet. Ik had niet verwacht. Dit is wel een hele grote volgens mij. Nou. Dat weet nog niemand. Maar je bent gewoon heel slap aan het drillen. Nee, kijk, het slipje loopt. Nee, dat valt best mee. Je kent mijn hengeltje. Ja, ik heb hem zelf ook gehad. Dit is een grote vis. Een hele mooie vis. Een echte vis. We gaan hem even pakken, want dit is een grote. Hele mooie. Allemaal 8,49. Oei. Hey, maatje. Lekker maat. Godverdorie, dat is echt een goeie. We hebben weer een visie. Ja. Hij is nog geen 50, maar... Maar wel een echte. We kruipen heel zachtjes aan die kant op, zeg ja, maar. Precies. Ja, moet je kijken, met de unit. Zo, maar deze is ook dik, hè? Echt een mooie vis. Kijk dan, joh, prachtig dit. Fuck. Deze krijgt een kus van mij. Oh, ja, dat geloof ik. Er zit wel iets van stijfsel in mijn baard, maar ja, goed, dan mag de pret niet drukken. Lekker, maat. Echt wat een joekel, hoor, dit. Jeetje, zeg, hè? Echt een bak. Dit was toch ook wel een heel bijzonder visje, want op die neesplit, op die grote veestaart, wist ik een 1,23 meter snoek te vangen vanaf de kant. Kijk dat ding, kijk die bek dit is, ook. Dit is heftig. We gaan nu echt richting het eind van het jaar en een van de leukste dingen van dit jaar was het weekendje op de beurs in Berlijn. Ik heb daar geholpen op de stand van Nees en de stand van Stroft met mijn maatjes uit Duitsland en het was echt super gezellig. Uiteraard waren ook Alek en Bart mee en hebben er een super mooi weekend van gemaakt. Een weekendje vissen, een weekendje stappen, ja dit was echt wel super. Hey, Samuel!
How are you? Good. Yeah? I'm excited. That's the thing. Yeah. I'm really happy that you are here, yeah. My friend. Hello to our Dutch audience. Hello. Hello. Winterse zeebaarzen. Blijkbaar kan je gewoon in december nog zeebaarzen vangen. Het lijkt wel alsof ze ieder jaar langer blijven. En ook dit jaar was het weer echt feest in de wintermaanden. Ik heb zelfs gehoord dat je nu zelfs op dit moment nog op sommige plekken zeebaarzen kan vangen. En dat er echt van stikt. Het zijn wel wat kleinere vissen. Maar ja, super tof natuurlijk. Het blijven en zijn toch wel een van de felste rovers van Nederland. Tofferen. Kijk. Ja, de eerste van de dag. Gaat me even prikken. Oh, een kleine zeebaas. Ja, hij gaat me sowieso prikken. Vind je het helemaal niet erg? Au. Lekker bezig, maatje. Een zeebaas. Oh. Nou. Super tol. Nice. Lekker bezig, maat. Bloep. 1 minute 37 seconds later. Tikkie? Oh, mooie. Jij hebt hem beter, of niet? Ja. What the fuck is dit? Ik heb een dikkel en een huik. Ik heb er een in zijn staart, denk ik. Hé? Hé? Het is gewoon een dikke. Op dat Japanse shirtje. Echt? Ja. Ja, het is gewoon mooi, hè? Het is gewoon echt vet. 400 fluo heb ik. Ik kan gewoon liften. Ja hoor, pak maar. Lekker gast. Lekker gast. Even met je flits van je iPhone filmen. Nou jongen. Ja, knetters. Mooi baars, hé. Hoe vet is dit? Van een 50, hè? Op dat aasje wat jij van die gekke Japaner hebt gekregen. Ik heb van die Japaner op de beurs ook een heel mooi aasje gekregen. Maar het was een hele rare drill, want dat was heel erg naar links aan het zeilen. Supermooi sterke vissies. Bart heeft er ook eentje. Heel vet. Even ochtendslachterij. Hopla. Mindertje. Ja, maar dat maakt niet uit. Lekker gast, hè? Super dik. Hoppa. Hoppa. Ben je blij mee? Hier moet kijken. Op het Japanse shirtje ook had gekregen. Heel aparte aanbeet. Eigenlijk helemaal geen harde aanbeet. Maar... mooi drill, mooi 50er. Leuk man. Laat maar zwemmen. Nu gaan we echt richting de laatste weken van het jaar. En wat een heerlijk weekendje heb ik gehad met Sander in Duinruil. Geniaal. Iemand van 2,10 meter mee naar een pretpark. En wat hebben we gelachen. Ik ben er niet bij Nederland. Oh my god. En glijbanen zijn ook niet helemaal zo'n ding. Maar des te leuker is het om hem natuurlijk mee te nemen. Dus laten we Duinruil ingaan. En een mooi dagje pretpark doen. Dit tripje zal mij het meest bijblijven. Wat een bijzonder moment was dit. Ik ging samen met Flo naar Slovenië om te vissen op de Hugo Hugo, oftewel de Donauzalm. Wat een avontuur was dit. Na 3 dagen keihard vissen vingen we in de laatste minuut die enorme forel. En wat was dat gaaf zeg. Ontlading, blijdschap, dit is waar je het voor doet als je gaat vissen. Yes, Daniel!
Hop! Oh my god! Daniel? Boy, look at that pool down there. There's gonna be some fish in there. You excited? I'm really excited. The water looks perfect. Nice. It's not too clear, it's perfect. Nice. It's mooi here, it's echt mooi. Het is net, net oosten. Kijken, sneeuw, een beetje op de bergen. Oh. You think there's some fish in there, man? You see the water color, it's like green. Yeah, it's perfect. Perfect. Maybe we get it tomorrow. Next time. Maybe tomorrow, yeah. Yes. Yeah. We'll see. We will see. I will let you know about tomorrow, what's the level, where it will be the best. Yeah. Thank you. Thank you for everything, man. No problem. Thank you, man. Hey, man, are you ready for your last day? Yes. Trying to be ready mentally. Thanks, buddy. Hold my cookie. I'll get it. Big rainbow. Oh, sick, dude. Nice. Come on, Mark. Come on, Mark. Get it, boy. Get it. Go. We gotta get it. Hey, go. Yeah. Oh, nice. You're on fire today. Oh, I thought it was bigger when I took it. Yeah. It's a nice fish. It's a really nice fish. We can do like a high water shot if we just stand in the tree. Yeah. Okay. It's a good lure, man. Yeah, it's nice. My buddy gave it to me. Good old Stefan, the hugo king of Germany. Say hi to Stefan. Stefan, thanks for the lures. Even though I fly fish, you gave me the right lures to spin fish. Let's just get the fish out and release it quickly. Oh, that's a beautiful fish, isn't it? That's a big one. It's like 60. There it goes. It took in the full current. Yeah. I first thought it's a hoocher. Oh man. But I'm happy, man. I'm more Such than happy. Such a nice fish. Oh, next one is yours. Yes. Let's get it. Last evening, come on. Last hour. Let's get it. I still can't believe it. The last night, the last hour of fishing, I hook a hoochen and I lose it right in front of my feet. We have about 20 minutes of fishing remaining and we decide to give it another go. Yes. Oh, what a strike. What a strike, man. Oh, good fish. Big fish. Oh, it's a meter fish, dude. It's a really big fish. Watch for the tree. It's a really big fish. Go out in the middle. It's a really big fish. Yes. Fuck. Yes. Woo. Rod up. Up. Put it up. Because of the rock. Follow the fish, you can't follow me. I'm winning some line. No. I'm winning some line. I can put a lot of pressure on it now. It's going around the corner. Come here. Come to me. Yeah.
It's really close. It's really big. Whoa. Pull it to the side so it goes out of here. I'm trying to pull the bucket away. Can I net it? Yeah. I can't. Ooh. Yes! I got it! Whoa. I got him! Whoa. Yes, dude! What the fuck? Yeah. Oh my god, it's so big! We got him! Oh my god, it's like a 10 kilo plus fish! Fucking hell! Look at it! That's a 10 kilo plus fish! Oh, yes! 1.5. 1.5. 1.5, yes. 1.5? 1.5, man. Oh my god, man. Watch out for the net. Okay. Okay. It's like a baby whale. Hold it! Fucking monster. All right. Throw the hook, it's out, okay. And I'm so happy, look at this fish, man. I can't believe it. Hucho. Look how wide the back is. Moet je die rug zien, dames en heren. Wat een vis. Shit, man. Wat een vis. Okay. Hij gaat terug. Diepte in. And it goes. Woo! Yes! Come here, give me a hug, man. Come here. Oh my god, man. Oh ja. Het is niet te geloven dit. Zo, dat was hem dan weer voor vandaag. Een ultra lange video. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Zoals ik al zei, 2023 gaat een topjaar worden. Tutorials, challenges, allerlei ideeën die ik heb. Vele mooie vistripjes. Uiteraard ook met mijn maatjes. Laat weten als je wat leuke ideeën hebt. Zet het hieronder. Alsjeblieft, help me mee. Want ja, 2023. Ik wil gewoon even een nieuwe aanpak. Ik wil gewoon weer 2 video's per week gaan knallen. De laatste maand was even minder voor mij. Maar dat kwam ook gewoon omdat ik zelf een beetje in een dipje zat. Maar daar ben ik uit. We gaan er gewoon weer helemaal voor. Bedankt weer voor het kijken. En ik zie jullie graag woensdag bij een nieuwe video. De mazzel.